Oké, boys. Welkom bij de aflevering 12 van onze RSC Anderlecht Career Mode met Felix Mazzu. Ik heb in de poll gekeken. Ik weet dat het nog maar een dag is, maar ik heb al 10 of 11 stemmen gehad. Dus ik dacht van, kijk, ik kan direct die nieuwe aflevering maken, omdat toch, het was 64% wow, dat we die Bella Kotschop halen, die een Duitser van 22. Dus ja, kijk, dan gaan we dat direct doen, hè. Oké, dan gaan we eens zien. Hier, Bella Kotschop 22 bij Southampton. We gaan die benaderen. We weten wel nog niet hoeveel we ervoor moeten gaan betalen, maar daar zullen we wel in overeenkomen, hopelijk. Ik kan beginnen met gewoon zijn. Gemakkelijk. Misschien dat zijn contract verlopen bijna was, maar perfect. Gewoon die een belangrijke rol geven. Ja, aanvaard dan. 5 jaar. Oké, dat accepteren we. We gaan die bonus er wel afhalen. Gaan dat al zo doen. Nummer 4. Oeh, dat zijn grote schoenen, dat moet willen zijn. Gewoon te veel betaald hebben automatisch, maar zonder stel een B. Uitstekende deal. Hij is er 77. Oeh, dat is goed. Best mogelijk was 14, maar kom, dat is niks. Oké, dan zien we dat Delcroix, Onana, Anderson, Bazunu en Esposito weg zijn op intransferplichting. Dat gaat leuk worden, een hele goal. Dat ga ik allemaal subiet wel een keer regelen. Ik ga direct alles gewoon overskippen. Ik heb toch niemand meer van doen voor het moment, dus kom. Geen inleenaanbod voor onze license. Oké, van Fenerbahçe. Oké, boys. Wat ik wel direct ga doen is, nu dat het januari of ja, februari is in dat opzicht, dan ga ik een paar jeugdspelers in mijn selectie terug willen steken. Dus gaan we ermee beginnen, hè. We gaan er eentje opstellen in België. We gaan die op. Gewoon willekeurig zetten. Dan gaan we iemand in Engeland laten scouten. Ook gewoon willekeurig. En we gaan een keer proberen van een paar Braziliaanse binnen te slepen. Misschien de volgende Neymar, de nieuwe Gabriel Jesus of zo. We zullen wel zien, zeker. Ik heb hem een inleenaanbod voor onze Willems. Oké, wel minstens een jaar. En onze license ook. Ik kan dat wel onderhandelen voor toch een jaar. Dat die hier niet in dingen terugstaat. Oké, de match tegen Eupen, 6-18 dus. Dus ik ga gewoon snel summen. En die, amai, verliezen we. Goed gedaan, Anderlecht. Zou ze doen mijn vierdes. En dan is het in één keer, ah, we stonden, wat is het nu? Negendes. Eén match verliezen, goed bezig, boys. Oké, we hebben hier twee inleenaanboden. Eentje voor onze Bouchari, onze rechtsachter. Uitlenen. En dan onze
Willem zei nog een tweede. Oké. Oké, dan zien we onze license weg is naar Fenerbahçe voor 2 jaar. We zijn er ook 2 jaar van vanaf eigenlijk in dat opzicht. Oké, de match tegen Saray. Dat is dan ook snel summen. Zij staan lager als ons. En die match, die verliezen we. What the fuck? Goed bezig, mannetjes. Anderlicht waardig. Kunnen we daar opnieuw beginnen op beneden? Wat staan we nu? Tiendes. Oké, we hebben een overeenkomst. Wel korte termijn. Waarom allemaal korte termijn? Oké, dan nu tegen KV Mechelen. Ja, ze staan ook 18e. Dus we gaan die match gewoon snel summen. Mannekes, echt waar. Dat is 3 keer dat je punten wegsmijt. Is dat echt voor mijn kroon allemaal of wat? Oké, dan zien we dat onze Willems weg is. Oké. Perfect, mijn jongen. Oké, ik heb hier een paar spelers gevonden die dat echt goed zijn. Ik ga die twee gewoon ook nog eens scouten voor de zekerheid. Sowieso ga ik hier die en Eduardo Lopez aanschaffen. Hij is 19 jaar en 71 rated. Oké. En dan denk ik dat ik die en Cabezas nog ga opzetten. Maar ik kan eerst wachten op die twee andere. Op Teixeira en op de Olivier. Oké. Dan zien we dat onze Bouchouari ook weg is naar Toulouse. Die gaat de Franse zon opzoeken. Die gaan we ook gewoon snel summen. En hopen dat ze nu wel winnen. Oké, 2-1. Alle chance. Dennis en Fabio Silva. Perfect. Goed gedaan, mannetjes. Oké, dan zien we dat onze Lopez heeft geaccepteerd. Perfect, mijn jongen. Welcome to Anderlecht. Oké, dan zien we ook dat we hem terug scout verslagen hebben. Dus dat gaan we natuurlijk zonder camera. En dan ook zonder mic doen, zeker. Naar die twee andere spelers, zijn ze beter of slechter? Oké, die in Texera is beter. 18 en 70 rated. En in deze is er 20 en 70 rated. Oké, dus dan gaan we die in tweede linksachter ook in zetten en dan mag al de rest weg. Zing je nog steeds mee met liedjes van Marco? Tot de buurman klaagt. Okido. Dan is het nu tegen Standaard. 11 dus. Dus simuleren ook. Het is nu wel veel simuleren, maar ja, we moeten maar hogere tegenstanders krijgen in dat opzicht, vind ik. Wil weten hoe het met je gaat en of je ook nog aan me denkt. Oké, onze Texera heeft het geaccepteerd.
Kijk een keer daar. Dat zijn onze twee Zuid-Amerikaanse van dat we nog van ons bestuur moesten pakken zijn. Oké, mannetjes, de match tegen Charleroi. De nummer 9 tegen de nummer 6. Dus dan gaan we eraan beginnen, mannetjes. Oké, boys. En dan mag ik verder op beginnen, zo. Oh, hij maakt het zelf af. Dat is nice. Ik dacht hem nog af te passen naar Verscharen of naar El Hadj, maar hij kwam perfect voor zijn linker. En dit was zijn rechtse. Maar ja. Dat is toch tweebenig. Ja, keeper had ik er juist niet bij. Oef. Ja, kom. We gaan hem eraf halen dat hij niet te veel problemen had met hem. Oké. Komt er maar af. Had er echt nog de zieken bij. Dan zal er eens een spier gescheurd hebben misschien en ja. Oh, goede keeper. Oef. Dan moet ik even wel teruglopen met Amuzu. Die stond buitenspel. Ref. Ref, dat was buitenspel. Ref, dat was buitenspel en toch laat het doorgaan. Waar is de VAR erin? Nee? Oh, daar heeft hij een ding, een keeper chance. Oh, mijn manneke is die een chance. Bailly, wat worden we van plan, Pat? Geel pakken. Och, kom jong, ey, watje, staat op. Hij heeft geel gepakt, maar dat is niks. Kan ik hem toch wisselen? Oh, Lambert. Dat is niks. Kan gebeuren, maatje. Oké, sowieso kan Bailly eraf halen. We gaan daar. Texera opzetten. Kom wel goed. Oeh, en schon dat er niemand in staat, anders was het 1-2. Oh nee, dat meende niet!
Goeie keeper. Dat was mijn eigen fout. Nee, oké. 1-1. Niet verdiend, maar kom. Oké, okay, want ik zie met mijn twee spelers. En die in Braziliaan is al niet goed genoeg nu meer. En die in Engelsen eigenlijk ook al niet meer. Oké, okay, dan gaan we nu de match tegen Antwerpen ook direct spelen, hè. Oké, okay boys. En dan mag je aan de Antwerpen beginnen, zeg. Goed gepakt, Kiep. Lopez, gaat ervoor. Oeh. Serieuze kans al voor Antwerpen. Ik zie waarom ze zo hoog in de dingen staan. Ja, P, echt waar. Oh, zo'n kutmerde, mannetjes. Ik hoop dat het niet altijd eigen is met Silva, anders moet ik nog een vervangende spits zoeken. Want ja, met gewoon Esposito spelen, sorry, maar... Ja, echt waar. Het is bijna vrij Antwerpse. Oké, okay. Pijs dat ik wel zoiets in minuut 55 mijn twee rechtsachters gaan moeten afbouwen. Want die zijn serieus goed bezig aan het, aan het overuren aan het draaien. Nou, ze zien er nog redelijk uit. Kom, kom wel goed, hoop ik. Moet Pijs ook een vervanger hebben voor El Hadj. Ja, mannetjes, echt, is dat zo moeilijk? Maar, P, echt, doe dat fucking naar achteren, P. Putain, vieux. Oké, Baina daar. Goed gespeeld, mannetjes. Ja, echt. Meent je dat nu? Open deur daar in het midden? Ja, echt, wat voor een flutpas is dat? Amai. Ander ligt op een dieptepunt. Ja, echt. Mannekes, is het zo fucking moeilijk? Maar hij fluit gewoon af, P. Echt. Fluit af. Moet je dat even een gele kaart gaan pakken? Putain, vieux. De dikste bullshit is het, ja.
Ja, nee, hoe lang is hij geblesseerd? 4 weken. Goed gedaan, mannetjes. Vier weken zonder Silva. Moet meteen Esposito doen. Fuck jongen, echt waar. Nog eerst even zien. Dus Verscharen, Anderson en Bazuna verlaten onze ploeg voor interlandverplichtingen. Oké, boys. Match tegen Oostende. We moeten dan ook spelen. We hebben de ploeg mee aangepast. Kijken van hoe en wat. Tja, Esposito in de spits. Wel leuk voor ze. Is nu de match tegen Oostende. Gaan we er aan beginnen. Ja. Na 23 minuten staan we in de achterstand. We gaan niet subiet doen, het degraderen of wat? Terug naar tweede klas of zo? Chance dat ze dan nog niet in FIFA gestoken hebben in tweede klas in België. Ja, ga ik het oplossen. Ik krijg geen spits, hè, dat is het probleem. Om zo te proberen. Dennis even in de spits. Oh, sorry, met dingen, daar speel ik niet meer mee. Mijn Esposito, die moet uit mijn ploeg uit. Jari. Die kan het nog altijd. Boom. Klassewissel. Welke Turken volhouden, jongens? Wegkegelen die handel. Ik heb gewoon nog maar één wissel gedaan, zeker, hè? Ja, dingen hebben wat rust geven. Amuzu. De dingen hebben Bailly. Bailly begint al te worden. Oké, boys. Dan ga ik hier nou juist nog een keer mijn jeugd-scoutverslagen doen. Maar dat is natuurlijk zonder camera en dan ook zonder mic.
Oké, boys. Merci voor het kijken naar deze 12e aflevering van onze RSC Aanrecht Career Mode met Filiz Matzoum. Het was een pittige aflevering. Niet echt een leuke aflevering, maar kom. We staan nu voor het moment 9 dus. Dus we moeten nog steeds wat omhoog klimmen in de tweede helft van 2024-2025. Maar kom, wat je het leuk vond. Vergeet sowieso even niet een like achter te laten. Even te abonneren. En het comments achter te laten wat het er beter kan. Normaal gezien, de aflevering hierachter had er toch een poll komen. En dat zal oftewel een middenvelder oftewel zijn, of een spits zijn. Want ik ga Esposito verkopen. Kan hem niet af. Het is niet goed genoeg. Dus ik ga kijken van hoe en wat. En het project met Doku ga ik een beetje opschuiven. Misschien een seizoen of twee. Misschien als een 25 is dat ik hem ten kan terughalen. Dat we dan misschien al iets hoger in de Champions League ook kunnen eindigen in CLA. Maar kijk, bedankt. Tot de volgende keer. Ciao. See you again.